voelt het om weer terug te zijn op het nest? Ja, geweldig. Ja, ik vind het ook wel zwaar hoor, want ik zit dus nog een beetje in het laatste stukje herstel. Dus ik moet echt nog wel, en heel veel mensen helpen me ook daarbij, de wethouders en alle ambtenaren om me heen, van rustig aan Pieter, rustig aan. Ja, ik heb gehoord dat u wel graag weer voor 200% wil. Nou ja, dat wil ik wel, maar, want zo zit het nu met elkaar. Maar ik heb ook wel geleerd om dat een beetje te temporiseren. Uw leeftijd, meneer Boertjes, werkt niet mee met dit soort dingen. Dus ik ben geen revalidatiearts. En nou ja, en ik moet zorgen dat ik niet overbelast raak. Want dan ga ik achteruit, dan blokkeer ik mijn herstel. En ja, dat moet ik ook niet willen. Want zoals mijn kinderen zeggen, dat werk is allemaal wel leuk en aardig. Maar daarna, want dat gaat een keer ophouden, dat weet u, dat houdt ook een keer op volgend jaar. Dan willen wij ook nog een beetje van je genieten. En dat wil ik ook. Dus ik moet daar een nieuwe balans, een nieuw evenwicht in vinden. Dat ik af en toe de rem er wat eerder op zet. Terug naar eigenlijk een half jaar geleden. In april kregen wij ineens berichten via de mail dat u er even niet meer was. Ja. Kunt u vertellen, wat is er gebeurd? Nou, ik kreeg ook even bericht dat ik er niet meer was. Nou ja, het is een hele bizarre ervaring. Het is een soort foto die zich langzaam ontwikkelt. Zoals vroeger in de donkere kamer. Je ziet eerst contouren. Weet je nou, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En dan later wordt het pas scherper, dat beeld. U kreeg klachten, u kreeg een beetje koorts en op een gegeven moment dacht u, het is niet goed. Ja, ik voelde me niet lekker op een vrijdagmiddag. Toen zei mijn vrouw vond dat ik een beetje bartaal sprak. Die vertrouwde het niet. Dat was eigenlijk het signaal van, het is niet zoals het normaal is. Ik ben eigenlijk nooit ziek. De afgelopen decennia ben ik eigenlijk nooit ziek geweest. Vroeger klopte ik dat af, maar dat heeft ook geen zin meer. Maar dus toen vertrouwde ze niet en toen ben ik naar de huisartsenpost gegaan met haar. En die zei, nou mevrouw, u bent geen dag te vroeg gekomen, want het gaat helemaal niet goed met meneer Boertjes. En die zijn toen op zoek gegaan naar waar die ontsteking zat, want ik had hoge koorts, 40 graden koorts inmiddels. En ze zijn er pas dagen later achter gekomen dat het met mijn hersenen te maken had. Godzijdank ben ik niet in coma geraakt, daar was iedereen wel bang voor, want dan weet niemand meer waar je naartoe gaat. Maar wel onderbewust, dus ik heb het niet echt meegemaakt. Ik heb 2,5 weken in het ziekenhuis gelegen. Maar dat mijn lichaam ook wel behoorlijk uitgewoond was inmiddels door al die medicatie. Dus ik kon eigenlijk niks meer. Van kerngezond naar doodziek. Er gebeuren gekke dingen. Dingen die jaren. Mijn iPhone die ik kreeg toen ik weer een beetje wakker werd in de eerste week, tweede week. Toen zei mijn zoon, hier Pieter, je kan weer bellen. Ik zei, bellen? Maar hoe doe je dat? Ongelooflijk dat je iets wat je al 20 jaar doet, dat je niet meer wist welk knopje je moest indrukken. Nou, dat heeft met dat virus te maken. En nog merk je dat soms mijn geheugen een beetje niet op orde is. Dat ik laatst een keer de verkeerde benzine in mijn auto gooide, die ik al 8 jaar heb en al 8 jaar hetzelfde. Ja, dan zijn je hersenen even in de war. En dat zijn van die kleine ongemakken. Maar dat je je regie over je eigen leven kwijt bent, dat is wel een confrontatie met jezelf. Ja. Wat moest u doen om te revalideren? Nou, heel veel aan jezelf werken, dus ik ben 10 kilo afgevallen inmiddels. Nou, dat is op zich niet verkeerd. Maar dus fitness training, 2 keer, 3 keer, 4 keer in de week. Om je lichaam weer sterk te krijgen, want als je een sterk lichaam hebt, dan kan je ook weer een sterke geest krijgen. Nou ja, en ik ben ook een beetje gebrainwashed van, ik vond het altijd wel stoer dat ik kort sliep, 4, 5 uur per nacht. Nou, dat is heel slecht, is mij inmiddels verteld, op mijn leeftijd. Dus dat moet ik nu leren, langer. Maar dat vind ik moeilijk, maar want ik ben 's morgens altijd heel vroeg wakker. 5 uur, 6 uur sta ik op. Dat doe ik al sinds mijn studententijd eigenlijk. Dus ik moet heel veel dingen anders gaan doen. Dus behalve dat virus de regie van mijn leven heeft overgenomen een tijdje, wat ik langzaam weer aan het terugveroveren ben, moet ik het wel, bepaalde ingesleten patronen moet ik op een andere manier doen. Hoe was het om de regie uit handen te geven? Nou, daar heb ik lang over gedaan om dat te accepteren. In het begin heb ik me heel erg tegen verzet. Ik was er ook wel somber over in het begin. En toen heb ik met mijn huisarts er een keer over gesproken wat ik daaraan moet doen. Zo van, nou, mijn leven is er eigenlijk vernietigd door dat virus. En die zei ook wel, je mag best spreken van een traumatische ervaring. Dat vond hij terecht. Maar, zei hij, als je vooruit kijkt, dan ziet de wereld volgens mij er weer goed uit. Want het is tijdelijk. Dus het is te overwinnen en het komt allemaal goed. Maar als je ziet hoe de inwoners van Hilversum gereageerd hebben. Nou, dat is ongelooflijk. Dozen vol met brieven, kaartjes, bloemen. Elke dag weer opnieuw. En dat heel lang, maandenlang.
En met hele lieve woordjes. Mensen die ik wel kende, mensen die ik niet kende. Wat schreven ze zoal? Nou, de kern van de meeste van die kaartjes was, toen wij uw hulp nodig hadden, met een mail of met een telefoontje, toen stond u voor ons klaar, toen reageerde u, toen was u bij ons. Toen kwam u ons opzoeken en toen heeft u gevraagd of ik ze kon helpen. Nu bent u in de problemen, nu staan we naast u. En nu leggen we een arm over u heen. Nou, heel schattig. Laatst zette mijn vrouw de auto langs de kant van de weg. Ook een beetje. Ik zei, mevrouw, uw auto. Ze zei, ja, maar ik wil u spreken. Want u... en ik wil u een hand geven en ik wil even horen hoe het met u gaat. En zo gaat het al door. Dat is echt... Nou ja, dat virus heeft mijn zelfvertrouwen wel een beetje aangetast. Dus als ik dat zelfvertrouwen weer een beetje wil opbouwen, dan... Ik heb laatst speciaal in een weekend ben ik een beetje door de stad gaan lopen. Omdat ik dacht, nou, dan kom je er wel vrolijk. En dat is natuurlijk fantastisch. Nog een halfjaartje bent u burgemeester van Hilversum. Ja, gelukkig wel, ja. Wat bent u nog van plan? Wat wilt u nog? Ja, ik wil eigenlijk helemaal niet weg, hè. Maar ik wilde ook niet als hoofdredacteur weg. En dat is toch achteraf ook wel beter geweest dat ik dat wel gedaan heb. Daardoor heb ik nog een heel nieuw leven ontdekt. Dus ik vind het altijd moeilijk om afscheid te nemen. Laten we dat even vaststellen. Ik heb maar twee banen gehad in mijn leven. Hoofdredacteur van de Volkskrant en burgemeester van Hilversum. En dat heeft daarmee te maken. Dus ik doe graag wat ik doe en dat blijf ik graag doen. Ik hou niet van veranderen. Ja, ik ben best een man die van verandering houdt, maar niet voor mezelf. En daarom vond ik ook zo vervelend dat het virus gewoon ongevraagd de regie van mijn leven overnam. Ik dacht, ja hallo, daar ga ik over. Maar dus ik concentreer me nu volledig in dat half jaar op Hilversum en wat ik daar nog aan wil doen. Nog wil afmaken, ja, je bent nooit klaar, maar toch proberen. En ja, daarna komen er wel dingen op me af, denk ik, als ik dat zo hoor. En je moet ook niet vergeten om een beetje te genieten dat de laatste maanden. Dat had mijn vrouw ook kunnen zeggen. Die zegt dat eigenlijk elke dag. Geniet er ook van, hè. Want dat heb ik het laatste jaar voor mijn ziekte te weinig gedaan. Toen had ik het zo druk met veiligheidsberaten, met de pandemie. En dat ik echt in een tunnel zat en ik liep maar en ik liep maar en ik liep maar. En ik ga nu af en toe nog even stilstaan en dan om me heen kijken en zeggen, god, wat is... Want dat heb ik natuurlijk wel de afgelopen 4 maanden dat ik thuis was. Het is zo'n prachtig ambacht, moet je dan zeggen. Ik zou zeggen vak, maar... En dat het me zo goed is bevallen, dat is iets om van te genieten. Dank u wel.